De leerlingen van de R.D. Simons School hebben vanmorgen een presentatie gehad over Nelson Mandela, die vandaag 100 jaar zou worden indien hij nog in leven was. De presentatie is verzorgd door auteur Ismene Krishnadat van de schrijversgroep 77. Mandela werd geboren op 18 juli 1918 en hij overleed op 95-jarige leeftijd op 12 december 2013. Mandela wordt door velen gezien als een held en vechter tegen de meest moeilijke vormen van onrechtmatigheid. Dit legt Krishnadat uit. Mandela was ook de eerste president van Zuid-Afrika na de val van het apartheidsregime. De VN heeft op 10 november 2009 18 juli uitgeroepen tot Internationale Nelson Mandela Dag. Krishnadat vertelde over de trip die de schrijversgroep heeft gemaakt naar Kaapstad in Zuid-Afrika. De Tafelberg is een enorm hoog punt, heel dicht bij Kaapstad. Als je op de Tafelberg zit, je hebt een heel groot plateau, dan, dus bijvoorbeeld hier is de rand, hè, van de berg, een plateau. Nou, en dan zweven die vogels gewoon naast je. Dus je bent aan de rand en dan zweeft er gewoon een vogel naast je. Zo hoog is die Tafelberg. Het maakte verschrikkelijk veel indruk op ons. Iedereen begon onmiddellijk te dichten en te schrijven. Dus dan zien jullie haar ook met een gedicht. En daarna, dat is wel leuk voor jullie, denk ik, hebben we een bezoek gebracht aan een high school. Dus dan kunnen jullie ook daar indrukken van opdoen. De mensen krijgen daar les in het Afrikaans. En je hoort op een laatste manier ook praten in het Afrikaans. Krishnadat gaf aan dat de taal die in Zuid-Afrika wordt gesproken bijna lijkt op het Nederlands. Dus de kinderen die zij zien in het filmpje verstonden de auteurs als ze heel rustig Nederlands spraken. De Willowschool Klootschool High ligt dicht bij een Color Township. Kinderen van de derde klas en hun leerkracht luisteren naar de voordrachten van Rappa, Susie, Clark, Johan, Charles, Hilly en Karin. Tulani legt uit waar we vandaan komen en vertelt over het Schrijversfestival. De kinderen en leerkrachten praten Afrikaans en Engels. Ze verstaan het Nederlands alleen als we rustig spreken. Voor de kinderen en leerkrachten is het een nieuwe ervaring om ons Nederlands te horen praten. Een taal zo vergelijkbaar met het Afrikaans, gesproken door schrijvers uit een ander land van een ander continent. Srabantongo, dat is de mother language in taal. Zij vallen de jaren boom door die mannen, maar ze praten naar een man wat goed deed, gewoon alleen maar jongens studeren. Die wilde niets meer met haar te maken hebben. Toen knalden de geweren. Doodvoer door het moeras. En niemand kon meer weten wie slaat of meester was. Een voordracht van Johan Graven en daarvoor de overleden Clark Akkord in een presentatiefilm over het bezoek van de schrijversgroep 77 aan een Mulo-school in Kaapstad, Zuid-Afrika. De leerlingen van de R.D. Simons School hebben vanmorgen een presentatie gehad in verband met de 100ste geboortedag van Nelson Mandela.